Vanaf 8 maart online. De derde aflevering van Boost NL. Het praatprogramma waarin het gaat over de kansen en uitdagingen van de smart industrie voor bedrijven in Oost-Nederland. Dit keer praat ik met Eddy van Heijm, gedeputeerde van de provincie Overijssel. Ik denk dat daar bij uitstek voor ons land ook kansen liggen. Door veel meer te investeren in innovatie, maar ook inderdaad in het slimmer werken. Maarten van Riemsdijk, hij is lector Smart Industry en Human Capital bij Saxion Hogescholen. Waar we vroeger zeiden, niet harder werken, slimmer werken. Dus voor mij sociale innovatie nu vooral zorgen dat iedereen mee kan gaan in de ontwikkeling die op ons afkomt. Ton Beunen namens het Techniekpark Twente. Als wij de behoeften van bedrijven niet meer kunnen invullen vanuit onze nationale arbeidsmarkt, zullen we ook over de grens moeten kijken. En het zijn niet alleen maar mannen aan tafel, want we hebben ook nog Nadia Schutman van Bronkhorst Hightech uit Ruurlo. Elke week dwingen we onszelf om een vraagstuk neer te leggen. Nou, wat kan beter? Meer zien? Bekijk dan de hele aflevering op www.boostnl.nl.